allemaal, welkom bij Fem. Vandaag had ik eigenlijk in gedachten om jullie te laten zien hoe je Rice Krispies kunt maken voor het WK. Ik heb ze zeker gemaakt. Ik had het ook gefilmd. En de bedoeling was dus dat ik vandaag in deze video precies zou laten zien hoe je deze Rice Krispies met WK kleurtjes kon maken. Er is helaas iets misgegaan. Ik had alle bestanden op mijn SD-kaart staan en die wilde ik gaan importeren op mijn computer. En de bestanden die waren beschadigd geraakt omdat mijn SD-kaartje in een computer van iemand anders heeft gezeten. En die blijkbaar niet goed eruit is gehaald. Daar kan ik op dit moment niets aan doen. Ik had het voor jullie gefilmd, dus dan weten jullie dat het in ieder geval klaar stond. Maar door dit alles is het gewoon misgegaan en kan ik jullie dus vandaag niet laten zien hoe ik dit precies heb gemaakt. Wel ga ik aan jullie kort vertellen hoe je dit kunt maken. Want ik vind het wel dat ik iedere woensdag gewoon een video verschuldigd ben. Dus ook vandaag ga ik jullie gewoon kort vertellen hoe je deze Rice Krispies kunt maken voor het WK. Want Nederland speelt vandaag weer en laten we gewoon hopen dat Nederland gaat winnen. En dan is het natuurlijk altijd wel leuk om tijdens het WK voetbal en vooral als Nederland speelt om hapjes te maken. En dit zijn gewoon hele lekkere zoete hapjes die jij ook makkelijk zelf kunt maken. Want dit is echt het meest makkelijk recept ever. Dit is een Amerikaans recept. Het is namelijk gemaakt met Rice Krisp, die van Kellogg's. En met marshmallows en een heel klein beetje gesmolten oranje chocolade. En that's it eigenlijk. Mocht je benieuwd zijn naar hoe ik dit heb gemaakt, blijf dan vooral kijken. Ik ga het nu kort vertellen. En aan het eind van deze video zal ik ook gelijk even mijn outfit laten zien. Want ik ben natuurlijk vandaag helemaal gedressed omdat Nederland vandaag speelt. Dus blijf vooral kijken. Nou, deze Rice Krispies allereerst zien er zo uit. En zoals je ziet heb ik kleurstoffen gebruikt om het rood-wit-blauw effect te krijgen. En ik heb oranje candy melts gebruikt. En die heb ik gesmolten en daar overheen gesmeerd. Dus over een paar van de Rice Krispies heb ik dat gesmeerd. En dat ziet er dus zo uit. En ik vind het wel heel erg leuk eruit zien allereerst. En het smaakt ook nog eens heel erg goed. Het is wel echt zoet. Dus mocht je niet van zoet houden, dan kun je het beste deze video skippen. Want het is mierzoet. Maar wel ontzettend lekker. Trouwens het recept ook hieronder erbij zetten. Dan kun je dat gewoon eventjes op je gemak teruglezen mocht dit allemaal te snel voor jou gaan. Allereerst heb je nodig Rice Krisps. En deze zijn van Kellogg's. Dit zijn die Rice Krispies. En die verkoopt de Albert Heijn voor zover ik weet alleen. Ik heb ze namelijk niet in andere winkels gevonden. Wel bij de Albert Heijn. Nog nodig een zak marshmallows per laag. Want je maakt 3 lagen. Ik heb namelijk verschillende kleurstoffen gebruikt zoals je ziet. En je maakt eerst een bodem rood of blauw, wat jij wilt. Dan heb ik marshmallows gesmolten in een pannetje. Wel met boter eerst. Klein beetje boter in een pannetje. Marshmallows erin. Die marshmallows goed roeren zodat het kan smelten. Het vuur niet te hoog, want dan brandt het snel aan. Vervolgens heb ik de Rice Krispies erbij gedaan. Toen de marshmallows goed gesmolten waren en dat ik het goed kon doorroeren. Rice Krispies erbij. En dan een heel klein beetje kleurstof. En dan in dit geval rode kleurstof. Ik heb witte marshmallows gekocht. Dus de witte laag hoefde ik niet met kleurstof te doen. Want die was al wit van de marshmallows. Dus dan was het gewoon enkel marshmallows smelten. En dan de Rice Krispies erbij. En dan kreeg je de witte laag. Dus deze laag. En de blauwe laag heb ik gewoon precies hetzelfde gedaan. Dus marshmallows smelten. Een beetje Rice Krispies erbij. En dan de blauwe kleurstof eraan toevoegen. En goed doorroeren. En dat is eigenlijk alles. Dan doe ik dus eerst de eerste laag in een bakplaat. Ik heb een grote bakplaat en daar heb ik dan eerst de eerste laag in verdeeld. Dus de rode laag. En dan heb ik dat eventjes laten liggen. Ging ik alvast verder in het pannetje met de witte laag. En die heb ik vervolgens ook verdeeld. En het is trouwens, je moet heel snel werken. Want het wordt heel snel weer een beetje plakkerig. Dus dan heb ik de tweede laag verdeeld. En vervolgens de blauwe laag. En die heb ik ook weer verdeeld. En toen ik dat had gedaan, heb ik het in de koelkast gezet voor ongeveer een uurtje of twee. Zodat het eventjes kon hard worden en samen één geheel kon worden. En toen heb ik de stukjes aangesneden en heb ik candy melts gesmolten in een pannetje ook. Met een heel klein beetje olie, zodat het een beetje makkelijker te smeerbaar was. En dit waren de candy melts die ik had gebruikt. En dit zijn oranje candy melts en er staat orange op. En deze kun je gewoon bij taartwinkels en hobbywinkels en zo krijgen. Dit heb ik daarna vervolgens nog eventjes in de koelkast gezet. Zodat ook de chocolade die bovenop de... dus deze oranje chocolade, dat die ook weer eventjes goed kon hard worden in de koelkast. En dan kun je het na een paar uur gewoon lekker opeten.
Het is zoals ik al zei heel erg makkelijk. Ik ga alles nog eventjes uitschrijven en hieronder bij de video erbij zetten. Zodat jullie dat ook gemakkelijk terug kunnen lezen. En ook de ingrediënten zal ik erbij zetten. Want dan zal ik gewoon echt precies neerzetten hoeveel je nodig hebt per laag. Ja, sorry nogmaals dat ik niet heb kunnen laten zien hoe ik het precies heb gedaan. Maar ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan de uitleg die ik heb gegeven. En ja, het is gewoon heel erg balen dat de stukjes, dat de video's verloren zijn gegaan. Maar ja, soms gebeuren die dingen gewoon, dat ze gewoon even pech hebben. Ja, dit zijn dus de hapjes. Het recept staat hieronder en ik ga nu nog even snel mijn outfit laten zien. Ik heb vandaag een ketting om van de H&M en daarbij heb ik dit blouseje aan van de Forever 21. Deze heb ik pas gekocht, dus hij moet er nog wel zijn. Ik heb mijn horloge om van Triwa. Dit is de Gold Neville Watch in kleur goud. Op mijn lippen draag ik trouwens deze kleur van Art Deco. Dit is de Glossy Lip Color 12. En dit is een soort van lipcrayon die je wel vaker voorbij ziet komen tegenwoordig. En het is een hele mooie peachy oranje kleur. En ik vind het wel heel erg leuk om dat op mijn lippen te dragen. Omdat het gewoon, ja, bij mijn kleding matcht. Dus dat is wat ik op mijn lippen heb. En het is ook een favoriet voor tijdens het WK. Die ik ook wel eventjes wilde laten zien in deze video. Ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En nogmaals excuses. En hopelijk tot de volgende keer weer. Doeg! We gaan een hele femweek besteden aan WK outfits. WK nagels. WK make-up. Voetbal. Alles erop en eraan.